Welkom allemaal bij podcast Dartist Light in onze leuke setting. Het is nog altijd even leuk hier. En we hebben daarnet jouw walk-on gezien, Leo Laurens. Dat was een betere dan die in 97, hè? Op het WK tegen Burnett. Ja. Je bent bijna op je bek gegaan toen? Bijna. Ja, maar dat was niet tegen Burnett, denk ik. Hè? Dacht het wel. Ik dacht dat Steve Beaton. Ja? Steve Beaton. Ja. Dacht dat je tegen Beaton er bent uitgegaan in de kwartfinale. Ja. En dat tegen Burnett was dat je met de vlag liep te zwaaien en dat je bijna gestruikeld bent. Ja, dat weet ik al niet meer. Wat dat er gebeurd is. 1997, het is al even geleden natuurlijk. Ja. Ja. Wat is er toen misgegaan in die kwartfinale eigenlijk tegen Beaton? Want je hebt daar een decider gespeeld, hè? Ja. Wat was het verschil? Dubbel missen. 8 pijlen, de dubbel missen voor 3-0 te maken. Catastrofe. Ja. Ja. Dat zien we nog wel gebeuren op tv, hè? Ja, Dimitri is daar de laatste tijd ook redelijk ook goed in. Hij zit ook soms in problemen. Soms. Ja. Die traint nogthans genoeg, die gooit fantastische gemiddeldes, maar die dubbels, is dat een mentaal probleem, Leo? Of aan wat ligt dat, denk je? Ja, ik zou het niet kunnen weten, want ik had dat in mijn vroeger zelf, juli, augustus, had ik bijna altijd een maand trippels nog willen gooien, maar dan dubbels niet meer gooien. En dat was altijd juli, augustus? Ja, dat was altijd zo een periode. Ja. Is dat een of andere mystieke? Ja, zo, toch in de kant van verklaring? Dan was dat soms maar 14 dagen, 3 weken, dat dan heel moeilijk ging. Maar dan dikwijls nog won, omdat ik zoveel punten voor stond. Ja. Ja. Dat is het verschil tussen goed gooien en uitgooien, maar dat hoort er allemaal bij. Ja. Ja. Het telt niet alleen als je 180, dat heb ik ook al gezien. In één leg 2 keer 180 en ze verliezen die leg. Er zijn nog niet veel Belgen die dat bereikt hebben, kwartfinale op het WK. Na jou is Erik Larijs gekomen en Geert de Vos. En Super Mario, Mario van den Boga, heeft het nog beter gedaan met een halve finale. We spreken over de BDO natuurlijk. Ja, dat is een... Maar jij was de eerste om eigenlijk bij de laatste 8 te geraken op het WK. Wat voor een weg heb je daarvoor moeten afleggen, Leo? Want toen der tijd was het niet zo evident. Tegenwoordig zie je allemaal die jonge gastjes instromen. Maar in jouw tijd was dat niet zo gemakkelijk om erbij te geraken, nee. Bij de topdarters. Nee, helemaal niet. Wij moesten alles vroeger zelf betalen, alles zelf regelen. Wel veel buitenlandse toernooien gaan gooien. Maar dat vergt ook veel tijd. 5 dagen gaan werken in de haven, soms 7 dagen, voor toch die reizen kunnen maken naar het buitenland. Wat deed je in de haven? Ik was een dokwerker, havenarbeider. Ja. En een dokwerker ging, zoals we ons dat moeten voorstellen. In de periode dat ook de toernooien in de winterperiodes wat minder was, ging ik zaterdag en zondag werken, de 7 op 7. Ja. En dan een weekend werken, kon ik 4 dagen verlof van nemen. En dat was effectief laden en lossen? Ja. Want daarvoor werkte ik in de bouw. Ja. En dan was ik bekister. Maar dan heb je maar 20 dagen verlof op een jaar. Dan ga je er al 21 van moeten oppakken, in feite. Dat is 3 weken, 15. Maar, dus je had het darts niet nodig, in principe, om van te leven, bedoel ik? Nee, van te leven niet. Van een dokwerker gaat toch het verhaal dat die stevig werden betaald, hè? Ja, die worden goed betaald. Ja. Ja. Ja, want het was dikwijls een gevecht om daar te kunnen bij geraken, hè? Ja. Maar ja, ik kon van een dart ook leven, dus... Ja? Ik kon van de dart leven. Ja, want toen de tijd, maar, de prijzen die maar toen betaald was, werden... Maar toen was de prijzen niet voor te zeggen, je kunt erop thuis blijven. Nee. Nee, maar kon er een auto ook van kopen? Ja. 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 Ja, dat was misschien ook allemaal iets minder officieel dan nu. Ja, dat was niks officieel. Hè? Ja. Enkel als je Engeland... 1.001 pond verdiende, moest de 21,5% te betalen. Ja. En dan de 1.000 niet. Maar 1.001 euro, ja. 21,5%. Dus als je een embassy en je gaat dat 3.000,5 pond,
Dan ging er 21,5% af. Maar in België hebben we nooit niks moeten betalen. Zit er iemand van de belastingen in de zaal om te zien hoeveel jaar dat we kunnen teruggaan? Nee. Maar dus je was geen prof darter, maar het scheelde niet veel. Ik was geen prof bij ons, dus. Want ik trainde nooit. Allee, Leo, dat kan toch niet? Dat is een vraag. Ja. De laatste 3-4 jaar dat ik gedart heb, is er bij mij in huis een blok hangen. En tevoren niet, en dat was voor mijn dokter. Ja. Want die ook beginnen gooien was. Ja. Maar ik heb nooit een vrijdagcompetitie, zaterdag en zondag, alle weken wel toernooien. Ja. Dat deed ik. En soms twee. In de middag één en dan s'avonds nog een toernooi in Den Haag. Ja. Dan ging Barneveld nog uitdagen met Scholt. Jij was wel 36 vooraleer dat je eerste grote toernooi gewonnen hebt. Hè? Ja, ja, ik was nog maar juist bezig. Hè. Ah, bon. Ik ben maar begonnen op mijn 34. Een laat bloeier. In 85. Ja. Dus dan is 35 jaar geleden. Ja. En hoe ben je aan de bijnaam gekomen? De Antwerp Lion? Ik zou het niet weten. Een Leon natuurlijk, maar heeft iemand anders jou die bijnaam gegeven? Ja, die hebben ze aan mij gegeven dan op de tv. Ja. Stond dan een kind op, Leon, de Lion from Antwerpen. Ja, ja, Leo, Latijns voor ja. Leeuw. En je bent nooit op een shirt gestaan. Je bent gestaan. Uit het Antwerpse. Ja. Ja. Van Itegem, nog altijd? Ja. Ja. Ik heb daar in mijn boek, ik weet niet of je het al gezien hebt of gelezen hebt. Ik heb het nog gelezen. Je staat erin, Leo. En daar staat onder meer in, ik ben eens op de Wikipedia-pagina gaan kijken over Itegem. En daar staan een aantal bekende namen in. Mark Janssens, Gaston Durnay, dit en dat. Maar geen Leo Laurens. Dat zou niet mogen, hè? Nee, dat zou niet mogen. Ja. En ook geen enkele vrouw. Geen enkele vrouw? Nee, dat zou niet mogen, hè, mevrouw? Nee, dat niet. Er zijn toch wel zeker vrouwen met verdiensten in Itegem. Ja. Klopt het dat jij zo'n beetje de vader bent van het darts in België? Wat Erik Bristow heeft betekend voor de UK, dat was jij dan toch voor België? Ik denk in die tijd wel. Ja. Tegen welke mannen heb jij zo nogal gespeeld? Oei. Ik ben nou tegen al die goeie mannen van gewonnen. Ja. Tegen Bristow, John Lowe. Peter Evison. Phil Taylor nog tegengestaan? Phil Taylor, meer dan één keer. Van gewonnen? Spatig genoeg niet. dat was geen eenvoudige klus, kan ik me voorstellen. Nee, dat is een gelijk prijs. Ja. Ongeveer, maar dan in mindere mate. Hmm. Wat veel mensen niet weten, Leo, is in 1993 was jij ineens nummer 1 op de wereld. Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, toernooien winnen. Ja. Buitenlandse toernooien winnen. Dat er natuurlijk ook wel een beetje mee te maken dat een aantal darters hun eigen bond hebben opgericht, hè, die we nu kennen als PDC. De PDC, want die zijn wel later. Hè. Wanneer is de PDC opgericht? Ik denk in 1995. Ik denk 92. 92. Het heette toen nog even heel anders en ik denk dat vanaf 93 PDC was. Ik zou het moeten gaan opzoeken. Ik denk het niet, ik denk dat het later was. Ik ben al een paar op hun telefoon aan het kijken, maar... Ja, 3 of 4 en eigenlijk dacht weten. Ik dat het was, maar ja. Wat? 95, ja. 92 is 95. Hm? Ah ja. Oké. Okay. Ja. Als alle spelers, die goede spelers overgegaan zijn, heeft dan wel een paar jaar geduurd. Dan moet je maar nog tot 96, 5, 96 allemaal nog... De BDO-ranking speelde. Ja. Yep. In de tijd dat ik die nummer 1 was, speelden ze die allemaal nog voor de BDO, hè, buitenlandse toernooien. Ja. Dus ik heb tegen die man overal moeten winnen wat ik mijn toernooien gewonnen heb. Hè. Mm. Je hebt een pak toernooien gewonnen, Leo, en een pak ereplaatsen in die grotere, maar een major zat er spijtig genoeg niet bij, dacht ik. Hè. Is dat ik weet niet wat een major is. Ja, dat waren de Winmouw, Worldmasters ja, en zoiets, Las Vegas ja. En zo. Dus, dat is maar één in België had het anders, is Erik Laraas. Ja. Die heeft dan de Winmouw Masters gewonnen. Ja. Ja. Dan voor de rest. Ja, misschien bij de junioren, wel een berg. Mm. Nee.
Jullie zijn geen leeftijdsgenoten, maar kan je jou vergelijken met Erik Larijs, denk ik, qua niveau? Mm-hmm. Ja, je komt toch 1 keer of 20 keer van mij misschien winnen. Mm. Dus ik denk mijn niveau veel hoger lag als van Erik Larijs. Ja. Ik denk niet aan Nederland, maar buitenlands toernooi aan Erik gewonnen heeft. Ja. Noem eens op. Dat kun je niet opnemen. Ik heb Nederland gewonnen, Frankrijk gewonnen, Duitsland finale gespeeld, Denemarken. Marcel was er dikwijls bij. Er was, Dortmund. Er was een jaar bij, dat ik heb het opgeschreven. Berlijn. Open Berlijn. Al die grote... Ik heb het hier in 1990. Ben je ook bij, Marcel? 2 keer Open Holland gewonnen. In 1990 heb je in dat 1 jaar de Antwerp Open, de Dutch Open en de French Open gewonnen. Dat is niet niks, hè? Op 1 jaar. In de finale Open Duitsland. Ja. Tegen Peter Everson was dat. Dat waren grote toernooien, hè? Dat waren heel grote toernooien, hè? Maar dat waren wel 3000 en 2000-3000 spelers. Ja. Nu spelen ze met 8, 16, 64 en 96. Het is ook moeilijk als beginnende speler voor dat tussen te geraken. Voor in die punten hebben we dat kunnen aan mee te doen. Want daar zit het groot geld, hè? Bij de eerste 32. Maar jij was toen eigenlijk alleen maar wereldberoemd bij de darters in België. Ja. Want nu zijn de Belgische darters die het goed doen. Nu is er al een ontploffing gebeurd van dart. Ja, voilà. Voilà. Ongelooflijk veel dartshops die geopend zijn, enzovoort, enzovoort. Ik kan er 4 opnemen, een 10 kilometer in een ronde, die vers open gaan zijn. Ja. Herentout, Nijlen, denk ik. Hè? Nijlen? Ik heb Nijberg zelf met een winkel begonnen. Nee. Zeg Leo, je hebt ook lang het wereldrecord gehad van het grootste aantal 180's. Ja. Ja. Er waren er 9, maar natuurlijk moet je dat wel in een ander daglicht zien. De wedstrijden waren toen een paar korter dan tegenwoordig. Ja. Ja. Het langste, en dan is denk Barneveld erbij gekomen. En dan, weet je, met een ijsman van vroeger. Alan Warner. Ja, Warner. Ja, toen heette ze dan ook. Dat is wel goed. Nou is dat al wel verbroken natuurlijk. Hè, maar vroeger waren de dubbels en de triples, zo, nu zijn ze zo. Daarmee dat de gemiddelden hoger liggen dan vroeger. Ja. De spelers zijn in het algemeen, er zullen veel meer goede spelers zijn, omdat er zoveel meer beginnen. Op niveau ligt bij mij niet veel hoger dan vroeger. Dat was een raar verhaal op 2K, hè? Dus de laatste keer dat de unicornborden gebruikt zijn, dat die triple 20 was anders dan die andere triples. Ja. Dat was niet rond, maar dat was recht, dat streepje onderaan. Ja, de laatste, dat zou je heel goed op de trippel. Die bovenste liep een klein beetje rond en een onder die liep bijna recht. Ja, wie heeft dat uitgevonden? Ja, dat weet ik ook niet. Maar dat is voor de sensatie, voor de hoge scores. Want als je niet mag beginnen en je gooit niet met welke palen uit, dan kan dat ze breken. Hè? Ja. Dat je gebroken wordt. Hè? Ik had jou willen vragen of jij ooit op zo'n... Champions Choice bord hebt gegooid, maar als je zegt dat je nooit trainde, dan zal dat niet, hè? Nee, dat niet. Zo dat soort bord waarin dat de triples en de dubbels maar half zo dik zijn. Oké, oefenblokken, hè? Oefenblokken, ja. Ik heb er nooit in gehad, maar ik heb er wel op gespeeld al. Ah, ja. Ja, ik had hem vroeger al wel op gespeeld. Maar zelf heb ik er nooit in gekend, geen hangen gehad. Ja. Ja. Wat vind je van de Seniors Tour? Zou je daar aan meedoen? Moesten ze jou uitnodigen? Ik denk het niet. Nee? Nee, ik ben moeten stoppen met mijn problemen met mijn arm. Ja. Anders had ik nog misschien 10 jaar langer kunnen spelen. Ja. Wat heb je voor gehad, Leo? Ja, wie weet het. Ik heb er overal mee geweest. Ja. En ze kunnen niks echt specifiek vinden. Ja. Het eerste maal me het beste geholpen. Hè. En dat was dat jaar ook. Dat was ik niet zoveel toernooien won, buitenlandse toernooien, nummer 1 geworden zijn. Dat was acupunctuur. En dat was een man van Pullen. En ik ben er achteraf nog eens terug heen willen gaan, want die was weg. Die woonde, was ergens anders, ze wisten niet waar dat was. Dat was een kinesist, maar die had ook acupunctuur. Ja. En die nam heel veel pijn weg. Ik geloof daar ook wel in. Ik heb ooit
Echt waar, dat als pakte ik, pijn als weg. Ik jong was, had ik altijd maar sinusitis. 2-3 keer per jaar, maar heel zwaar. Ja. En ik heb ene keer met mijn kop vol naalden gelegen. Dat is er allemaal uitgelopen op 20 minuten. Ik heb het nooit meer gehad. Dus ik ben wel fan van acupunctuur, ja. No. Maar wel hetzelfde verhaal. Een week later was die persoon verdwenen. Dus, dat is bijna hetzelfde verhaal. Ik denk dat de acupuncturisten schrik hebben van ons, Leo. Dus, Wat is jouw, of wat was jouw handelsmerk? Wat was typisch de Leo Laurens? Waar hadden ze schrik van jou? Dat zou ik niet weten. Ja, de meesten hebben toch een bepaald wapen, hè? Price die schreeuwt en die tiert. Phil Taylor die was mentaal enorm sterk en die probeerde andere mensen op een negatieve manier te beïnvloeden om dan zelf te kunnen winnen. Had jij ook zo'n bepaald kenmerk? Te goed. Te goed. Dat was een enige kenmerk. Dat is het verschil met publiek bij natuurlijk, hè? Dat er iemand anders in je plaats antwoordt. Maar Marcel zal het wel weten natuurlijk. Ja, we zijn zelf ook mee veel mee geweest en buitenlandse toernooien met de nationale ploeg. We zijn heel dikkers mee geweest. Hè. Ja. Hebben jullie iets bereikt met de Belgische nationale ploeg? Ja, dat zeker. We hebben ook de finale gespeeld tegen Bristow en John Lau. Zelfs zijn als dingen gedaan met Van den Berg mee. Met de Kim. Ja. Die hebben we ook gehaald, in de finale. Mm-hmm. Dat zijn we ook verloren met 3-2. Maar ja. We niet kunnen winnen. Was jouw mooiste herinnering, Leo? Mijn schoonste, dat open hand waren de eerste keer. Voor eigen volk? Ja. Toen was darts absoluut nog niet zo gemediatiseerd, hè? Of ben je toen toch wel vol een bak in de kranten gekomen? Dat is wel in de kranten gekomen. Het is niet gelijk het nieuws op tv allemaal. Ja. Ja. Nu wordt alles uitgezonden. Ja. En dan nog wordt het voor de meeste media wordt darts nog altijd als een kleine zender, als een kleine sport beschouwd. Hè? In het nieuws geven ze het ook al, dat ze gaan spelen. Dus. Het is een hype, het blijft groeien. We zijn er natuurlijk blij mee. Ja. Maar en je ziet. Zo kunnen er ook veel meer betere spelers komen. Ja, voilà. En dat zal tussen dit en 5-6 jaar. Zullen we wel zien dat er Belgen bij zijn die nog groeien? Ja, darts blijft de gemoederen bespelen. Ja. Ik zag gisteren een post van Vincent van Genechten. Dat is de man die nu voor het Nieuwsblad het op zich genomen heeft. Om te zeggen: van mannen, we moeten regelmatig over darts berichten. Die heeft nu een puntensysteem opgericht. Omdat hij elke maand punten geeft aan de Belgische darters. Doen ze het goed, doen ze het niet goed. Sommige mensen vinden, voetballers krijgen ook quoteringen per wedstrijd. Sommige mensen vinden dat heel goed. En sommige mensen zeggen van, we gaan toch geen punten beginnen geven aan de darters. Wat is dat nu voor iets? Ik weet niet of jij daar tegenover staat. Ik zou niet weten waarom niet. Ik denk elke publiciteit is goede publiciteit. Ja. Elke reclame is goede reclame. Ja. Misschien dat die mannen van 20 daar anders over denken, maar. Als het maar in de belangstelling staat, en ik vind altijd, als het een discussie oproept, des te beter, hè, want we kunnen beter over darts praten dan over andere, discussie is minder altijd, belangrijke in dingen. In ieder sport is er discussie, ja. Maar ja. Dat moet er zijn. Ja. Anders waren ze in de voetbal ook de één ploeg. Discussie gaat dikwijls en helaas over doping. Doping, daar hebben we nog niet veel van gehoord. Dus heel zeldzaam in darts. Maar het verhaal gaat wel dat er daar graag een glas gedronken wordt. Dat was vroeger niet anders, vermoed ik. Ja, ik heb mijn podium nooit mogen drinken, maar dan werd er wel gedronken. Hè. Was dat net voor jouw tijd dan, dat ze met een pint op het podium stapten? Dat was nog met Jocke Wilson en zo. Hè. Die mochten nog half liter drinken. Ja. Nee, bij ons was het water. Ja. Maar als je niet moest spelen, voordat je moest op. Maar is ook niet evident van gaan bier te drinken. Hè. Maar Jockey die kwam met een halve liter op het podium, maar die had in de kleedkamer een liter vodka uit. Ja. Een whisky, een heel fles whisky, voordat hij op het podium kwam. De mens heeft niet zo lang geleefd. Ja. Hoe zou dat komen? Ja. Kan je iets omschrijven? Je hebt gezegd, de
de mooiste herinnering, maar het is de eerste keer Antwerp Open, maar hoe zou je graag herinnerd worden, Leo? Dat kan ik moeilijk van mijn eigen zeggen, wat ik herinnerd word. Gelijk als je het kunt lezen. Ja. Maar ik vind dat ik wel tekort gedaan geweest nu op tv. Ja. Dat er te weinig aan bod gekomen is. We hopen dat we dat hiermee een klein beetje kunnen in orde maken. En het is misschien een tip ook voor onze vrienden van VTM om eens een beetje wat meer afwisseling te steken in de mensen die ze op het scherm brengen. Maar het is natuurlijk ook zo dat veel mensen leren darts nu maar kennen. Sommigen in de groep van Darts België worden daar ook een beetje ambetant van. Dat ze zeggen van, dat is nu de zoveelste die vraagt van hoe dat zijn gebroken pijl er moet uitkrijgen. Maar wel, je kunt de mensen dan niet kwalijk nemen, want ze hebben de sport leren kennen, ze zijn er enthousiast over, ze proberen het te doen. Dus ja, een beetje geduld hebben. Ja. En, misschien als ze... Dat ze jou nog niet voldoende kennen, Leo, en dan hebben we daar vandaag misschien iets aan gedaan, hè. Voilà. Kijk jij nog veel? Volg je het nog altijd? De laatste 3 jaar. Tevoren niet. Opnieuw ingestapt, eigenlijk. Ja. Dan als ze terug beginnen uitzenden, ben ik veilig terug beginnen zien. Ja. En als ik het niet kan zien, dat ik het opneem. Dat ik vroeger keek nooit meer. Ja. Zeker niet de eerste 15 jaar. Ja. En van wie ben je dan fan tegenwoordig? Van 2. Van het spelen is de Kim. Van mij, Kim, dat is mijn grootste favoriet en dan Van den Berg. Ja. Ja, met de vader heb ik dan nog lang gespeeld. Hè. Met Chris. Met Chris van den Berg. Hè. Ja. Was die, had die ook zoveel talent als Dimitri? Nee. Was een van de goeie. Ja. Geen en ooit blinken voor te zeggen. Hè, van ik ga een toernooi winnen. Hè. Ja. Maar dat was ook altijd dikwijls bij de liste 8. Mm. Dus ik kon wel een pijl gooien. Ja. Want Demi is veel beter natuurlijk. Maar ja, als je hoort dat die allemaal zo'n 6 tot 8 uur trainen, maar je moet er niet gaan werken. Hè. Mm. Ik moest altijd gaan werken in de avond, zwaar werken. Lood en zink scheppen met de schip. Dus dat is zwaar werken. En ik denk als ik mijn schouder dan wel een beetje geforceerd. Hmm. Ja, er zijn er nog, ze zijn dun gezaaid, die werken en die Duits spelen zoals Johnny Clayton, die stucador is. Stucador, nog altijd geweest. Hè? Maar ik vraag me dan ook af, hij werkt voor de gemeente, hoeveel uren dat hij effectief doet. Hè? Want... Ja, ik weet niet of hij met naam nog doet. Ja, hij doet het nog altijd. Hij doet het nog altijd, ja. Partij misschien nu. Ik denk als deel van zijn baas congé vraagt, dat altijd mag. Hè? Ja. Ja, want je moet er toch veel vrijmaken. Want je bent dan in Duitsland gespeeld verleden week. Dan moeten ze weer terug naar Engeland. Ja, er wordt veel gereisd. En toen der tijd, hoe ging dat bij jullie, dat reizen? Was dat meestal met de auto? Ja, tot ver, tot in Berlijn, 1000 kilometer, Zwitserland of dergelijke, dat was allemaal nog met een auto. Maar als we naar Denemarken en dergelijke, dat was met de vlieger. Hè. Ja. Mediterrane op in Spanje, dat was ook allemaal met de vlieger, begin van het jaar. En dan was open Duitsland, dat was altijd wel rondreizen. Hè. Ja. Oh, ik heb dat altijd met plezier gedaan. En waren die oké met de ferry? Ja, dat was niet goed voor mij. Oei, beetje zeeziek. Ik kon er niet tegen. Nee? Ja. Ik ben dikker ziek geweest. Hè, als je iets dronk om er niet aan te denken? Ja. Nee. Ik was al blij dat op het laatste was een trein er. Ik was met een trein om de pijp in. Dat was veel beter. Zeg Leo, we gaan stilletjes aan afronden. Het is een podcast light, met in principe 1 gast en we maken dat ook wat korter dan een volledige, maar ik zou toch nog willen weten, zo van je zegt, je hebt al 7 jaar had je, voordat je nu hebt gegooid, al 7 jaar geen Duits meer vast gehad. Hoe komt dat? Ja, ik heb ze nog wel vast gehad, van één auto in een andere leggen, want ze liggen er nog in. En mijn auto is 7 jaar geworden. Mm. Dus het is een lang lijstijger geleden, hè. Ik heb hem zelfs vast gehad en die liggen nu altijd in mijn auto. Ja.
Ja, en ik kan nog lang smijlen, want ik heb nog, misschien nog 1000 stille flightjes, dus ik kan, ja, nog, kan nog goed forsen. Ja, we gaan jou dadelijk eens laten gooien. En dan... word jij nog ergens gevraagd? Zijn er nog jongere darters of zo die denken van we gaan eens aan Leo wat goede raad vragen? Nee. Maar wel, dat krijg ik nog regelmatig, van wat ik nog stille palen, dat ik die nog verkoop. Ah ja. Dat vragen ze nog wel. Ja. Ja. Maar dat is dan vooral voor verzamelaars, veronderstel ik. Ja, voor darters, die echt darten. En van Nederland nog uit. Ja. Dat ik nog geld aan graag. Wat voor pijlen had jij? Ja, dat was mijn eigen... En ik gooide met 15 grammen. Ja. En die waren in 17. Die waren 17, maar ik liet die afdraaien naar 15. Hm. Door iemand. Ja. En dat was 17, 18 en 19. En 23 is er ook geweest. Ja. Maar je gooide zelf op de wedstrijden met 15? Met 15. Was jij de Steven Bunting uit jouw tijd? In feite. Dat is nog mooier om af te ronden dan Leo. Dank je wel voor je komst. En ik hoop dat we jou nog af en toe eens mogen uitnodigen. Ja, dat mag. Altijd. Ça va. Hele dikke merci. Leo Laurens. Leo, je mag starten nu. Dat was eentje om warm te worden. Dat begint er al op te lijken. En nu voor recht, Leo. 20 seconden zijn er voorbij. Oei. Het gaat lukken, Leo. Ik voel het. Is het vandaag niet, dan is het volgende keer, maar... Nee. Kijk eens aan. Ah, dat is jammer. Die triple 20 zat er heel mooi in. In het okseltje, zou Matthias de Vlieger zeggen. Maar het zat er wel in. De triple. Ah, jammer. Nog één poging, Leo. Denk ik dat je er nog uit kan halen. Triple 20. Ai. En helaas. Helaas, helaas. Dank je.